Het was kritisch over de WK-doelmannen. Ik vind persoonlijk onlangs dat vele doelmannen de bal niet kunnen vasthouden meer. En ze riskeren de bal weg te boksen altijd of wegduwen op buiten. En ik vind niet dat zo zijn wij nooit niet groot geworden als keeper. Wij moesten een bal vasthouden, dan hem loste. Dan moesten ze rap mogelijk er terug bij zijn. En nu, ik zal maar iets zeggen, de schot van De Bruyne op die Argentijnse keeper daar. Romero. Het stilstaande fase. Shot De Bruyne op de goal en die komt de meter van die keeper af van Argentinië. En die bokst die weg. Ik ben met 60 jaar, wil ik in de goal gaan staan. Hè? En hou ik die bal bij vast. Daar ben ik heel zeker van. Maar je moet ook de waarheid onder elkaar durven kunnen zeggen. Ja, maar Romero was bij de laatste drie, hè? Van de beste. Romero was bij de laatste drie van de doelman, de beste doelman. Ja, maar natuurlijk, die jongen die heeft ook bij AZ goed gespeeld vroeger. Maar natuurlijk, nu speelt hij bij Monaco en speelt niet mee. Op de bank, ja. Op de bank, ja, dat kan zijn. Maar langs de andere kant moet ik eerlijk zeggen, je kunt de finale halen zoals nu. Zoals de keeper van de Wereldbeker in 86. Die heeft nooit, Pippo dus, of weet hem dat, ja. Die jongen. Die heeft nooit geen bal moeten pakken. Maar